Maxima op bezoek bij de Robocup. Doden bij steekpartij op kantoor op Strijp. En de zomervakantie kan beginnen. Koningin Maxima is vandaag op bezoek geweest in Eindhoven. Ze kwam een kijkje nemen bij het robotvoetbal van Robocup in het indoorsportcentrum. Normaal gesproken krijgt ze dan een bloemetje aangeboden door kinderen. Maar nu was het de eer aan zorgrobot Amigo. Welkom naar de tijd. Mijn naam is Amigo, bezorger van de Technische Universiteit Eindhoven. Namens de organisatie heet ik u van harte welkom in Robocup 2013. Graag niet ik u een boeket aan. Het aanbieden van een boeketje lijkt simpel, maar er gaat best wel wat voorbereiding aan vooraf. De robot moet namelijk vooraf geprogrammeerd en getest worden. Het ging eigenlijk gewoon precies zoals we het getest hebben een paar keer. Dus het ging eigenlijk helemaal goed. Ja. Het duurde wel nog even voordat hij hem losliet, hè? Ja, inderdaad. We moesten even wachten tot Maxima hem vast had, zeg maar, en dan net op dat knopje drukken. Het hele ding ervoor was het aangeven, dat deed hij helemaal zelf. Maar het loslaten moest even wachten op Maxima, dus moesten zelf doen. Voordat je dat ziet dat het gebeurt, ja, het is allemaal een beetje spannend nog. Maar het ging helemaal goed uiteindelijk, dus blij. Na het overhandigen van een boeketje ging Maxima kijken bij een demonstratiewedstrijd tussen Nederland en China. Robin Soetens van het Nederlands team Tech United mocht de koningin uitleggen hoe de robots geprogrammeerd worden, zodat ze een voetbalwedstrijd kunnen spelen. Ja, ze was heel geïnteresseerd, dus ze heeft echt een hoop vragen gesteld en ze wilde ook weten hoe dat die robots nu echt werkten. Dus ze was zeker geïnteresseerd. Tot nu toe doet het Nederlands team het al supergoed tijdens de Robocup. En tot grote vreugde van iedereen won Nederland ook nog eens een keer de demonstratiewedstrijd van de Chinezen met 2-0. Wij willen vooral veel scoren door de robots samen te laten werken. Dus het overspelen tussen de robots, daar hebben we heel veel tijd in gestopt het afgelopen jaar. Dus de strategie van het overspelen, dat de robot zelf kan beslissen naar welke andere robot dat die bal moet passen. Maar ook de techniek van het overspelen. Dus we kunnen de ballen veel beter aannemen dan afgelopen jaar. En we kunnen ballen in één keer doortikken met de zijkant van de robot. Dat gaat natuurlijk wel sneller dan dat je hem eerst aan moet nemen en dan pas door kan spelen. Koningin Maxima ging niet met lege handen naar huis. Op de playground voor de kinderen kreeg ze een knuffeldinosaurus van de kinderen. Natuurlijk bedoeld voor de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane. Ze zei ook dat de prinsesjes er heel blij mee zouden zijn. En ze vroegen ook of het wel bedoeld was als er honden bij waren, want ze hadden zelf een hond thuis. En ze vonden het echt heel leuk. Het bezoek van de koningin duurde natuurlijk veel te kort, maar het leverde wel een hoop blije gezichten op.